Yo guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag spelen wij voor het eerst op mijn kanaal Call of Duty Black Ops Cold War. Nou is het niet het eerste potje wat ik heb gespeeld van Cold War. Dat moet ik wel even toegeven. Ik ben namelijk al prestige 2 level 55. Maar dat betekent wel dat ik wel een paar dingen heb vrijgespeeld. Waaronder de klas waarmee wij vandaag gaan spelen. Dat is namelijk een Bullfrog. En dan zou je denken, Santino, waarom? De MP5 is zo ongelooflijk goed. Dat ding is genurfd. En voor mij is het op dit moment een beetje onspeelbaar. Dus ik dacht, ik ga een andere submachine gun zoeken. En die heb ik gevonden in de Bullfrog. Nou is het een beetje een aparte naam. Maar het is wel een gigantisch goed ding. En ik ga jullie eventjes door mijn klasse heen. Heel snel. Gewoon even in het begin, zodat jullie het allemaal kunnen overnemen. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe jullie met deze klas gaan spelen. Als allereerst speel ik met de GU suppressor. Dit is gewoon eigenlijk een suppressor. Maar die geeft mij vertical recoil control. Merk er niet heel gek veel van. Tenminste, merk er wel wat van. Wat natuurlijk altijd lekker is. Al helemaal met de submachine gun als het van afstand is. Maar zoals elke suppressor gaat de effective damage range wel naar beneden. Maar dat maakt helemaal op dit moment niet echt uit. Ik merk er niet heel veel van. Special speed grip. Dit betekent sprinting move speed en horizontal recoil control. Altijd natuurlijk goed. Altijd goed voor de accuracy en ook voor de snelheid. Want in deze game kun je best wel snel zijn met bepaalde dingen. Movement speed, shooting move speed en aim walking movement speed gaan wel omlaag. Maar die gaan we compenseren met een paar andere dingetjes. Namelijk, niet met deze. Maar dit is wel een 65 round speed mag. Wat betekent dus dat wij sneller kunnen gaan herladen en dat wij 65 kogels hebben in een mag. Ja, je kunt het zien. Aim down sight speed gaat omlaag. Maar die gaan we compenseren namelijk met deze. Een klein beetje, 10% ongeveer. Aim down sight time en flinch resistance, de Spetsnaz field grip. Sprint to fire time gaat ook omlaag, maar die gaan we ook compenseren met de laatste. Dat is namelijk de no-stock. No-stock sprint, sprint to fire time, 30%. Hip fire accuracy hebben we in principe niet heel erg nodig, want we raken toch wel, heb ik gemerkt. Dus dat. Helemaal mooi. Neem hem over. De shotgun, nou ja, is niet heel erg bijzonder. Gooi er gewoon wat op wat sterk is. Die dingen zijn sowieso al super sterk. Flakjacket, tactical mask, scavenger, quartermaster, ghost en ninja. Want ik gebruik namelijk de perkweed. Want ik vind 8 attachments vind ik niet heel erg nodig. Of whatever, vind ik niet heel erg nodig. Dus dat, lekker snel, lekker Terminator'tje spelen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zou zeggen, gebruik deze, probeer hem uit. En dan ben ik heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het even weten in de comments, ben ik heel erg benieuwd naar. Dat is namelijk heel erg leuk als mijn klasses werken voor jou. En we gaan gewoon lekker of Hardpoint of Domination of Killconfirm spelen. Want dat vind ik gewoon het leukst. Lekker objective, gewoon lekker rachen. Dus ik zie jullie zo als het potje begint. Maar voordat wij met het potje gaan beginnen wil ik vragen of jullie me willen volgen op Instagram. Te willen abonneren hier beneden allemaal. Dat kun je allemaal. En ik ben namelijk elke dag live omdat het natuurlijk december is. Dat betekent elke dag een video, elke dag een livestream. Dus links staan allemaal beneden in de beschrijving. En ja man, volg eventjes, abonneer eventjes. En dan gaan we nu echt beginnen met de game. Oké jongens, het is een hardpoint potje geworden op kartel. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is niet echt volgens mij een map voor een SMG uit mijn hoofd. Maar wie weet, het enige nadeel wat we wel hebben zijn de bosjes in deze map. Het is niet mijn meest favoriete map, maar we gaan het gewoon proberen. Ik hoop gewoon dat die Bullfrog compleet gaat rachen. En met hardpoint hebben we goede teammates nodig. Het ziet er goed uit. Team of enemies zien er goed uit. Dit wordt een lastige man, ik zeg je heel eerlijk. Ik denk dat dit een lastige wordt. Maar we gaan het gewoon proberen, weet je. Ik bedoel, we gaan altijd voor die winst. Ook al, kijk, we willen natuurlijk een lekkere positieve score. Dat begrijp ik. Dat snap ik. Maar winst is natuurlijk altijd belangrijker dan een heerlijke score hebben. Wat ik wel weet is dat het in het midden is. Dus dat is sowieso even niet heel erg chill voor die Bullfrog. Want aan die andere kant, als je daar nu Assault Rifles hebt staan, wat waarschijnlijk wel zo zijn, altijd in Cold War, dan wordt het lastig. Maar laten we concentreren. En laten we gaan kijken of we ze gewoon eigenlijk meteen kunnen... Oké, lekker. Dit is goed. Meteen even kunnen... Oh, kijk. Dat is dus jammer dat ik de damage dan niet mee heb. Dat is gewoon het nadeel van zo'n suppressor hebben. Alhoewel, ja. Ik speel gewoon natuurlijk het allerliefst met de suppressor. Oké. Kijk. We hebben wel 65 kogels. Dus we hebben... Oh, nee. Niet doen. Oh, dat was scheef, bro. Dat was scheef. Ik speel op crossplay servers. Dus als je af en toe een beetje een lekje er doorheen ziet, dan komt dat daardoor. Heb ik ook het gevoel bij. Oh, aan die kant. Ik moet even goed gaan concentreren, want dit wordt nog wel een spannend... Oh, achter me. Achter me? Wij spannender, bro. Ik kan het zeggen, lekker teammate. Hoe dan? Soms, hè, als je te ver doorloopt, dan zijn die spawns echt heel raar. Maar
Waar is die? Oké. Lekker headshot multiplier. Dat is altijd mooi meegenomen. Dan moet ik uitkijken dat niemand in het midden komt. En ik kan net niet rennen. Dat is altijd leuk. Oké, we komen wel nu in de rug een soort van. En het voordeel wat wij hebben is dat wij ninja hebben. Dus we zijn stil. Ze kunnen ons niet echt aan... Nee, ze kunnen ons eigenlijk helemaal niet aan horen komen lopen. Teammate. Lekker teammate. Er zit er nog één ergens. Naar achterin. Ik ga terug. Oeh. Even herladen. Ik heb nog maar 23 kogels. Dat is nog veel, maar... Oeh. Doe even dit. Kijk, die afstand. Kijk, dit durf ik dus niet. Ofwel. Jawel. In de hoek. Lekker, die is dood. Lekker, oké. Hardpointje is gesecured. Nee. Ja, dat wou ik dus doen. Het is net jammer dat ze dan weer net even op tijd spawnen. We gaan even naar next, want... Ja, die gaan we niet meer hebben. Of die gaan we tenminste niet meer nodig hebben. Dit wist ik. Dit wist ik een soort van. Oh. Dat is altijd maar meegenomen. Oh, die headshot. De headshot multiplayer. Multiplier. Oh, waarom heb ik ineens een shotgun in mijn handen? Wat is dit nou? Maat, ik span er net. Ik hoor gewoon weer eentje naast me, hoor. I shit you know dat ik hem naast moorde. Ja, er zullen vast wel trofies daarop zitten. Ja, ik hoor ze al. Teammate, als je meepusht, dan... Oké, mooi. Oh, die heeft... Waar zit hij dan, maat? Die Krieg 6 gaan we ook een keer gebruiken, man. Die Krieg 6 is... Dat is wel een goed dingetje. Maar dit had ik dus al een soort van een klein beetje... Oh, jezus, wat is dit nou weer? Waar is iedereen? Oh, een vieze camper. Alsjeblieft, teammate. Let's go. Oh, god. Oh, mijn goede genade, die AK. Hij rachtte me echt helemaal compleet aan flarden met die AK-74. Kijk, we kunnen naar die hardpoint gaan, maar ik weet dat ze hier zitten. Dus we gaan proberen even de pas af te snijden. Nou, hoop ik niet, want... Haha, de spans zijn een beetje verrot. Hoop ik niet dat ze achter me spannen. Oh, napalm strike inbound. Volgens mij van enemies. Oh, ja, lekker Santi. Zo, hallo. Mag ik nog... Dankjewel. Ik had het schot eigenlijk eerder dood kunnen gaan. Dan was ik er sneller waarschijnlijk geweest. Please. Laat me ze flanken. Kijk! Huts! En dan is die flank... Top. En die 65 kogels! Ah, oh, met een... Oké, niet met een pistool. Oh. Kijk, dit vind ik dus jammer. Ja, jammer. Ook chill. Want kijk, ik kan hem gewoon killen. Maar ik span gewoon letterlijk achter hem, bro. Nou weet ik niet of Call of Duty dit expres doet. Zo, dat is nog steeds de MP5. Nou weet ik niet of Call of Duty dit expres doet, maar... Om een kans te geven misschien, of... I don't know. Teammate? Ja, oké. Okay. 21-12. We gaan goed. We gaan in principe gewoon lekker. We staan voor... Oh, nee. Niet doen. Spans zijn... Oh, ik heb wel een kill. Spans zijn goed. Oké. Okay. Ze gaan 100% achter ons spannen. Dit is weer zo'n span dat ze 100% achter ons gaan spannen. En ik wou zeggen, ik vind het goed. Ik weet niet hoe jij in godsnaam een headshot hebt gehit. Op mijn beeld, daar zat hij nog ineens, maar dat maakt niet uit, hè. Nogmaals, crossplay, muis, movement is gewoon on point. Teammate, lekker, bro. Jij bent echt, ik heb echt top teammates. Al wel, ja, ik mag niet te veel zeiken, want we staan gewoon nog steeds een beetje voor. Die artillery is volgens mij niet van ons. But I don't care, ik ga gewoon hier houden. Oeh, ja, dit keer ben ik sneller voor jou dan jouw muisje, grap. Dit keer ben ik sneller dan je muis. Dit keer niet. Dit keer was hij gewoon accuraat. Ik was er scheef, bro. Ik was er echt oprecht scheef. Ik ben wel benieuwd waar ze nu gaan komen. Oh, die pandazar moet mij hebben, ouwe. Die pandazar moet mij echt hebben. Kijk, nou weet ik echt mijn god niet waar ze zitten. Hij zit daar binnen. Dit keer niet. Maar dit was niet pandazar. Wij moeten pandazar killen, jongens. Pandazar moeten we hebben. Spannen ze daar oprecht? Of is het weer zo'n... Oh nee, kom, kijk. Oh mijn god. Ja, dit is benarde situatie, zou ik zeggen. Die gozer blijft ook gewoon schieten, hè. Maar ja, dat zou ik ook doen. Want ja, ik verwacht... Huh? Oh mijn god. Santi, wat ben je scheef. Dankjewel, jongens. Zie maar niet. Oh mijn god. Ik word gewoon gesaved door mijn teammates. Even. Oh, even deze opgooien. Maakt niet uit of we nu doodgaan. Oh, maakt nu wel eigenlijk als we doodgaan. Dat wil ik liever niet. Lekker. Waar zitten ze? Daarboven. Lekker. Dat was Pandazar.
Ik zeg wel de hele tijd lekker, maar ik kill echt niemand. Ik kill echt letterlijk niemand. Huh? Ging die hard voor? Zo. Ja, tuurlijk! Timing, jongen! Ik, echt, Call of Duty timing is op zijn best bij mij. Oprecht. We hebben alleen maar assisten gemaakt, jongens. Oh mijn god, zelfs daar nu. En rechts. 31-20. We gingen beter net. We gingen net beter. Wat is dit nou? Wat is dit, Santi? Kom op! Even concentreren nu. Was ik heel max, sorry, teammate. Even concentreren. Gewoon even die logische kanten houden. Ja, achter ons, dat dacht ik alweer. Natuurlijk. Nee, nu weer achter ons. Toch? Nee, hè? Dat is rustig, joh. Hallo? Koekoek? Nou, we moeten alvast naar die volgende, want ik denk dat ze daar al zitten. Zou goed kunnen zijn dat het niet zo is, hoor. Maar... nee, want ze zitten nog steeds zwaar op die één hardpoint. Ik loop even helemaal om, want ik ben bang dus dat ik een paar... nou, bang. Ik denk dat ik een paar mee kan nemen nu, maar... nee, dus. Oké, kans groot. Achter ons waarschijnlijk. Maakt niet heel gek veel uit. Maakt nu wel veel uit. Want ik heb... oké. Ik heb namelijk niet het afstand. De afstand ervoor. We hebben onze artillery strike. Oh, daar boven. Ja, nu wordt het lastig. Nu hebben ze echt high ground. High ground is belangrijk in deze kom, man. Attack heli. Attack heli? Deze mensen doen goede zaken, ouwe. Deze mensen doen verdomd goede zaken. Zijn ze geliefd of zo? Het is zo rustig. Het is oprecht gewoon heel rustig. Veel Mike van ons. Hè? Waar zijn ze, joh? Oh, oké. Okay, prima. Chalas. Die gaan kapot. Zou ik wel net zeggen. Huh, maar het is ook maar één kill. Wat? Dit is gewoon geluk hebben. En nu zal waarschijnlijk de helikopter om mij gaan. Of niet? Oh, prima. Neem Jeff. Ja, mij hoor je niet aankomen. Pandalizer. Lekker. Panda nog wat. Die hebben we tenminste. Oké, we hebben ook onze war machine en alles. Ik ga even ervoor zorgen dat die helikopter eruit gaat. Om heel erg eerlijk te zijn. Snak even die raketten daarop. En ik mis volledig die helikopter. Ik mis volledig die helikopter. Dan doen we dit. Huts. En de rest doen we zo. Zo, ik kill bijna mezelf. Lekker, Santi. Napalmstrijk inbound. Dat is niet heel erg leuk om te horen als we hier staan. Oh, nee. Oh, nee. Oh, wat een verschrikkelijk aim. En dat spijt me. Oh, jezus. We staan in vuur en vlam. Zit hij nou nog achter ons? Nee, teammate. Let's go. Let's go, teammates. We doen het goed, maat. Oprecht. Als we nou eventjes misschien van die hardpoint afblijven, kunnen we misschien nog een beetje kills maken. Want dat hebben we echt veel te weinig gedaan. Echt, soms lijkt het net alsof ik er één hoor lopen. En dan is het niet zo. Nou, jij was al weak, dus dat is wel handig. Jullie gaan van achteren komen, hè? Ja, dat dacht ik al. Boy, joh, ik ben scheef. Maat, ik ben echt zo! Wauw! Wauw! Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik deed hier van tevoren een paar opwarmpotjes. En toen ging ik echt hard. En nu is mijn aim. Ja, het commentator weer erbij, hè? Waarschijnlijk, hè? En die shotgun. Maat, oprecht. Wat de hel is mijn... oh, Pandanizer. Lekker. Pandazar. Pandanizer. Hoe kom ik er ook weer? Oh, teammate. Oké. Okay. Lekker, teammate. Lekker. Lekker, bro. Dat is hoe we het willen zien. Dat is de play. Shotgun tijd? Shotgun tijd? Nee, jammer. Ik wil even... maat! Waarom moet... hij moet alleen maar mij hebben, ouwe. Hij moet oprecht alleen maar mij hebben. Maar we hebben wel gewonnen. 48-27. Kan beter de volgende keer. Kan beter. De bullfrog heb ik nog niet echt op zijn volle potentie laten zien. Maar moet ik ook zeggen, het is niet echt een mapkartel voor een bullfrog. To be very honest. Dan had ik liefst... ja, die sneeuwmap. Ik weet niet meer even hoe die heet. Nog wat strike map. Maar dat gaan we wel de volgende keer doen, jongens. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Mochten jullie genoten hebben, druk dan vooral even op dat abonneerknopje. En druk natuurlijk ook even op dat blauw duimpje omhoog. Dat zou ik super op prijs stellen. Volg me ook even op Insta en al dat soort dingetjes. Zou ik super op prijs stellen. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende video. Later!